Goedemorgen allemaal. Welkom bij het Urban Insight College over houtbouw. Mijn naam is Bas Horsting. Ik sta hier samen met mijn collega Ibo. En we gaan jullie wat meer vertellen over het thema houtbouw. Ibo, kun jij jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Ibo Selek. En na het verhaal van Bas ga ik jullie meenemen in de bouwfysische en constructieve aspecten van houtbouw. Dit college is onderdeel van een grotere reeks. Bij Sweco werken we aan een aantal Urban Insight thema's. Er zijn 6 thema's waarin wij meer onderzoek doen en kennis ontwikkelen en delen over de stad van de toekomst. Houtbouw is een thema waar al deze uitdagingen in naar voren komen. Nou, en hopelijk kunnen we jullie daar de komende 30, 35 minuten wat meer over vertellen. Werken aan de stad van de toekomst, werken aan de gezonde stad van de toekomst, betekent voor ons werken aan 3 thema's. Nummer 1, gezonde gebouwen. Nummer 2, een duurzame leefomgeving, dus alles wat er buiten het gebouw gebeurt. En ten derde, een gezonde lifestyle. Hoe kunnen wij met onze gebouwen en onze leefomgeving stimuleren dat mensen gezonder en bewuster gaan leven? Nou, wij merken in onze projecten dat deze 3 onderdelen steeds meer geïntegreerd worden. En dat houtbouw daarin een belangrijke rol speelt. Neem hier het voorbeeld van een woongebouw in Denemarken. Waar en een gezonde leefstijl en een gezond gebouw en een gezonde buitenruimte bij elkaar komen. We merken in dit soort projecten dat er veel meer behoefte is aan houtbouw. Niet alleen omdat hout vriendelijk overkomt, maar dat we ook merken dat het een prettige binnenklimaat oplevert. Dit is een interieur van het Mjøstadnet-gebouw in Noorwegen. Waarin we ook zien dat hout op een heel klein detailniveau wordt toegepast. Zoals je bijvoorbeeld hier ook ziet in de kleinste details van de trapleuningen in dit gebouw. Voordat ik verder ga, wil ik toch nog even uitzoomen naar de grotere context. Klimaatverandering treft ons allemaal. We kennen de verhalen natuurlijk allemaal wel, toch wil ik het kort nog even aanstippen. Dit zijn bekende beelden. De aarde wordt steeds warmer en de zeespiegel zal steeds meer stijgen. Ook in Nederland zullen we dat op termijn gaan merken. En er zijn nu zelfs prognoses dat tegen het eind van deze eeuw zelfs de zeespiegel 2 meter zal stijgen in Nederland. Het heeft ook consequenties binnen Europa. We krijgen steeds meer te maken met aanhoudende droogte en hittegolven. Die leiden onder andere in Zuid-Europa tot veelvuldige bosbranden. Op dit plaatje kun je zien dat er in Zuid-Europa afgelopen zomer een behoorlijk aantal actieve brandhaarden aanwezig waren. De consequenties van klimaatverandering zien we niet alleen in Zuid-Europa, maar ook dichter bij huis. In Duitsland en in Limburg hebben we natuurlijk met grote overstromingen te maken gehad dit jaar. In Parijs hebben we afgesproken de opwarming van de aarde niet groter te laten zijn dan 1,5 graad. Er zijn meerdere scenario's onderzocht, maar het is duidelijk, als we ons niet houden aan die 1,5 graad, dat we dan grote problemen kunnen verwachten tot aan het eind van deze eeuw. In Europa hebben we de Green Deal afgesproken. Met elkaar hebben we gezegd, in 2050 moeten we klimaatneutraal zijn. Daar zijn behoorlijk wat stappen nog voor nodig en ook is behoorlijk wat effort voor nodig. Maar daar gaan we wel voor met z'n allen. Hoe staan we er nu voor? Vorige week was natuurlijk de COP26 in Glasgow. Het is wel duidelijk dat er nog heel veel moet gebeuren. Ook het IPCC-report van een paar maanden geleden heeft dat laten zien. Waar staan we nu in Nederland? Wij houden ons aan de Europese Green Deal. We hebben ook afgesproken dat we in 2050 klimaatneutraal zullen zijn. In 2020 hadden we een reductiebedrijf bereikt van 24,5%. Dat is bij lange na nog niet genoeg. Dus er zijn nog behoorlijke stappen te maken. En ook in de bouw betekent dat dingen anders moeten. Er is heel veel discussie over hoeveel nou de bouwsector en de gebouwde leefomgeving bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen. Sommige onderzoeken zeggen slechts 8%, andere zeggen tot wel 38%. Daar kunnen we lang over discussiëren. Feit is dat er op veel vlakken iets zal moeten veranderen. Want als wij in de gebouwde omgeving
iets aanpassen. Dat heeft het ook invloed op andere sectoren. Bijvoorbeeld industrie. Heel veel van de materialen die we gemaakt worden, die we gebruiken in de gebouwde omgeving, die worden gemaakt door de industrie. Dus als wij minder materiaal gebruiken, dan heeft dat ook effect op de uitstoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld in de kolom van de industrie. Dus conclusie, de gebouwde omgeving heeft een impact. Hoe groot weten we niet, maar als wij zuinig en bewust omgaan met onze materialen en onze bouwprocessen, dan kunnen wij echt daadwerkelijk een goede impact leveren. Aan de ene kant hebben we te maken met een klimaatopgave. Aan de andere kant hebben we te maken met een flinke woningbouwopgave. Ook daar lopen de discussies uiteen over hoeveel woningen we nou nodig hebben de komende jaren. Maar het feit is dat het aantal huishoudens in Nederland de komende jaren nog behoorlijk zal toenemen. En dat er een behoorlijk woningtekort nog steeds zal zijn. Onze productie loopt niet parallel met de behoefte op dit moment. En we zien met name die behoefte in de Randstad steeds meer groeien. Maar bouwen is nog niet zo makkelijk, merken we. Door allerlei milieuregels, stikstofdepositie, het tekort aan materialen, wordt het steeds lastiger om de woningproductie op peil te houden. En dat betekent dat we slimmer moeten gaan bouwen en dat we ook anders moeten gaan bouwen. En het materiaalgebruik daarin maakt echt het verschil. Hier zie je een staartje, een diagram, waarin de jaarlijkse materiaalconsumptie in de Nederlandse bouwsector wordt weergegeven. We zien dat we ontzettend veel beton gebruiken. In de bouwsector wordt 68% van het materiaal is beton. Groot nadeel daarvan is dat bij de productie van beton ontzettend veel CO2 vrijkomt. En als we met andere materialen gaan bouwen, dan merken we dat we daar echt wel een impact kunnen hebben. We hebben een klein rekensommetje gemaakt. Links op het plaatje zien jullie een doorsnee woongebouw. Oppervlakte bruto van 860 vierkante meter. Hier hebben we het verschil uitgerekend wat er zou gebeuren als je de constructie in beton zou opbouwen of als je hem zou opbouwen in hout. Als je de constructie zou maken in beton, levert dat een uitstoot op van ongeveer 240 ton CO2 equivalent. Als je datzelfde gebouwtje zou maken in een constructie in hout, levert dat qua uitstoot van broeikasgassen 153 ton CO2 equivalent op. Maar als je bij dat houten gebouw nog berekent hoeveel CO2 opgeslagen is in dat hout, en daar zal Ibo jullie straks nog wat meer over vertellen. En als je dus de CO2-opslag van hout meerekent, krijg je een positief klimaatresultaat. Nou, wat betekent dat in de praktijk? Hier hebben we als voorbeeld even het haveneiland Eiburg in Amsterdam gepakt. Dit bestaat grofweg uit 7000 woningen. Nou, als we die berekening zouden toepassen, wanneer we in plaats van traditionele bouw alles in houtbouw gebouwd zouden hebben, dan heeft een wijk zoals deze de capaciteit tot opslag van 220 miljoen kilogram CO2. Nou, een haveneiland bestaat uit ongeveer 7000 woningen. De jaarlijkse woningproductie in Nederland ligt ongeveer tussen de 70.000 en de 80.000 woningen. Als we dit rekensommetje even doortrekken en alle nieuwbouw in houtbouw zouden uitvoeren, dan kunnen we eigenlijk concluderen dat je wel tot 2 megaton CO2 zou kunnen opslaan in deze nieuwe woningbouw. En dat is een behoorlijk getal. Bij Sweco zit houtbouw in ons DNA. Van oorsprong zijn we een architectenbureau uit Scandinavië. Daar wordt al heel veel met hout gebouwd. Een aantal jaren geleden hebben we de Mjøstadnet-toren opgeleverd in Noorwegen. Het hoogste houten gebouw van de wereld. En de kennis die we in Scandinavië opdoen, passen we inmiddels ook toe in Nederland. Rechts zie je het plaatje van het brugbedieningshuis Zwettehuis in Leeuwarden.
Het is een gebouw wat zoveel mogelijk circulair is gebouwd. Heel veel hout is erin toegepast. Niet alleen nieuw hout, maar ook bestaand hout. Voor dit project hebben we bestaande meerpalen gebruikt en bewerkt om weer als nieuwe elementen te kunnen dienen in de nieuwbouw. In Nederland zien we dat er ook steeds meer in hout gebouwd wordt. Hier zie je, op dit plaatje zien jullie een aantal voorbeelden van houten projecten, hoogstedelijk of juist meer landelijk, die of net gerealiseerd zijn of de komende jaren zullen verrijzen. Gelukkig wordt de urgentie om in hout te bouwen op meerdere plekken gevoeld. Niet alleen de markt is ermee bezig, maar ook vanuit de overheid wordt dit aangejaagd. Hier twee voorbeelden. Aan de linkerkant zien jullie het inspiratieboek Woningbouw in Hout, wat door de Rijksoverheid is gepubliceerd. En aan de rechterkant het convenant houtbouw, wat vanuit de metropoolregio Amsterdam is opgesteld. Dus zowel op rijksniveau als gemeenteniveau wordt houtbouw gestimuleerd. Ik wil kort even inzoomen op het convenant houtbouw in de MRA. Het gezamenlijke doel daarvan is meer houtbouw in de MRA. Op dit moment wordt slechts 2% van de nieuwbouw in hout uitgevoerd. Dat is vergeleken met bijvoorbeeld Scandinavische landen nog steeds een behoorlijk laag percentage. Het doel is om in 2025 al 20% van de woningbouw in hout te realiseren. Dat betekent dat we moeten opschalen en dat er in plaats van 300 nieuwbouwwoningen nu in 2025 3000 nieuwbouwwoningen per jaar gerealiseerd worden. Als Sweco zijn we als adviseur betrokken geweest bij het opstellen van dit convenant. En we hebben het convenant een aantal weken geleden ook met veel plezier ondertekend. Conclusie van mijn verhaal: dit is geen one-man show. We hebben een grote opgave met z'n allen. En we moeten daar ook met z'n allen hard aan werken. Nu geef ik graag het woord aan Ibo. Die zal jullie nu meer gaan vertellen over de constructieve en bouwfysische aspecten van houtbouw. Dankjewel, Bas. Plots is hout bekroond als het materiaal van de toekomst. En voornamelijk afgelopen 2 jaar is in Nederland houtbouw heel hot. Iedereen heeft het erover, je leest het overal en op social media is houtbouw onwijs populair. Maar wat maakt houtbouw nou zo populair en het materiaal van de toekomst? Om te beginnen, hout is biobased en slaat CO2 op. Daarnaast heeft hout een lage soortelijke gewicht en het feit dat het demontabel en hergebruikbaar is zorgt ervoor dat houtbouw een circulair bouwmethode is. Hout is biobased. Zoals we alle weten komt hout van bomen. Bomen zijn biologische hergroeibare grondstoffen. En dit maakt dus hout biobased. Hierbij is het belangrijk om aandacht te hebben van hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Met duurzaam beheerde bossen wordt bedoeld dat altijd oog is voor behoud van het ecologisch systeem. Dus hoeveelheid gekapte bomen moet voldoende zijn om het ecologisch systeem op desbetreffende plek nog te behouden. Op deze manier is hout in basis een onuitputtelijke bron. Als we kijken naar Nederland, hebben we in Nederland slechts 10% van onze landoppervlakte als bebost oppervlakte. Als we kijken naar onze Scandinavische buurlanden zoals Zweden en Finland, dan is dit wel 75% van landoppervlakte wat bebost is. En als we kijken naar het totaalplaatje in Europa, is 38% van de Europese landoppervlakte bebost. En dankzij het welbekende fotosynthesefenomeen slaat een boom gedurende levensduur CO2 op. Hoeveel CO2 er in een boom wordt opgeslagen is afhankelijk van het type. Maar als we ons nu even focussen op vurend hout, wat een veel toegepaste houtsoort is in de bouwsector, dan kunnen we constateren dat circa 622 kilogram CO2 opgeslagen zit in 1 kuub hout. Als we dit vertalen naar een autorit met een gemiddelde benzineauto, dan is dit vergelijkbaar met een rit van ongeveer 5200 kilometer. Stel dat we nu Utrecht pakken als het hart van Nederland
En we tekenen een straal van 2600 kilometer om Utrecht heen. Hè, zodat de heen- en terugrit bij elkaar die 5200 kilometer is. Dan zien we dat wij het hout van overal uit Europa kunnen halen. En nog steeds CO2-neutraal bezig zijn. En gelukkig gaat er met een autorit, hè, met een vrachtwagen, wordt er meer getransporteerd dan alleen één kuub hout. Hout heeft een lager soortelijk gewicht. En wel 5 keer lager dan beton. En dat maakt hout dus ook 5 keer lichter dan beton. Bas heeft ons in het begin van het college meegenomen in de woningbouwopgave waar we met z'n allen te maken hebben. Maar bij grootsteden hebben we naast deze woningbouwopgave ook te maken met een verdichtingsopgave. Dus amper ruimte om nog te kunnen bouwen. Lage soortelijk gewicht van hout is hier een ideale oplossing om bovenop bestaande gebouwen met een houten constructie extra volume toe te voegen. Daarnaast is lage soortelijk gewicht van hout ook ideaal om modulair mee te bouwen. Een kant-en-klare woning kan zo goed als volledig afgebouwd, geprefabriceerd worden in de fabriek, getransporteerd worden naar de bouwplaats en op de bouwplaats naast elkaar en op elkaar geplaatst worden om daarmee bijvoorbeeld een woongebouw neer te zetten. Op deze manier wordt de bouwplaats dus alleen nog maar een assemblageplaats. Als we dit vergelijken met een traditionele bouwmethode, gaat bouw met hout ongeveer 2 keer zo snel. Er is ongeveer 2 keer zo weinig personeel nodig op de bouwplaats, omdat de handelingen op de bouwplaats ook steeds minder worden. En het feit dat de handelingen op de bouwplaats dus minder zijn, is de kans op fouten op bouwplaats minder en hebben we uiteindelijk ook een gebouw met een hogere kwaliteit. En het feit dat hout dus demontabel en hergebruikbaar is, zorgt ervoor dat hout een circulair materiaal is. Als we kijken naar de levenscyclus van hout, dan begint het dus bij de boom. Deze wordt omgekapt en vervolgens wordt vanuit de boomstammen elementen gemaakt. Met deze elementen kan bijvoorbeeld een houten gebouw opgebouwd worden. Stel nou dat om welke reden dan ook wordt besloten om het gebouw weer te slopen, dan kunnen deze houten elementen voor een groot deel gedemonteerd worden en hergebruikt worden voor bijvoorbeeld een heel ander doeleinde zoals een houten tafel. Ander leuk aspect is dat je met houtbouw ook prima kunt upcyclen. Upcyclen is een vorm van recyclen, maar hierbij wordt er aandachtig gekeken dat het nieuwe materiaal na verwerking minimaal dezelfde waarde heeft en liever eigenlijk nog een hogere waarde heeft dan het product aan het begin. Dit is gelijk een mooi bruggetje naar het project Zwethuus, waar Bas in het begin van het college ook een beetje over had gehad. Een brugbedieningsgebouw waar alle 40 bruggen van Friesland uit worden bediend. Dit project is zo goed als zoveel als mogelijk met circulair materiaal gebouwd. En Bas had het er al over. De oude meerpalen van Friesland zijn teruggebracht als gevelkolommen. En er is tweedehandse balken gebruikt voor de vloeren. Zoals ik al zei, er is zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van circulair materiaal. Helaas niet het gehele gebouw. Maar als we ons focussen op het feit dat ongeveer 60% van een gebouw bestaat uit de constructie en dat leeuwendeel hiervan dus ongeveer 55-65% bestaat uit de vloeren, dan kunnen we hier constateren dat hier slim gebruik is gemaakt van materiaal. De vloeren zijn van tweedehands hout gemaakt en dat daar waar nodig gekozen is voor een hybride oplossing om het project haalbaar te maken. Gelukkig zijn er meer partijen die de voordelen van houtbouw inzien. Maar toch horen we in de wandelgangen ook veel fabels over houtbouw. De komende minuten ga ik jullie meenemen in 4 fabels... welke ik in ieder geval de laatste tijden veel heb gehoord. Om te beginnen brandwerendheid. Hout en vuur worden eerder geassocieerd met kampvuur dan met een brandveilig gebouw. En is een houten gebouw wel sterk genoeg, zijn de vragen die je veel hoort. Of heeft hout wel voldoende levensduur? En zorgen we met houtbouw in Nederland niet voor ontbossing elders? Om te beginnen met de brandwerendheid. Gelukkig is brandgedrag van hout voorspelbaar. Bij brand ontstaat er een koollaag om het houten element heen, wat ervoor zorgt dat hout dus een brandwerende waarde heeft. Hierbij is het belangrijk om te kijken naar de juiste grafieken in de rekennormen. Als we kijken naar de standaard brandcurve, dan wordt hier uitgegaan van oneindig brandbaar materiaal en oneindig toevoer van zuurstof. Dit is eigenlijk nooit het geval. En als we kijken naar een experiment welke is uitgevoerd bij het project Mioost daarnet,
Er zijn enkele houten kolommen met een afmeting van ongeveer 500 bij 500 en 3 meter hoog in een oven geplaatst. De temperatuur in de oven die is opgelopen tot 1000 graden. En als we dan kijken naar de temperatuur in de kern van zo'n houten element, dan is de temperatuur na 90 minuten niet hoger gekomen dan 40 graden. Dus ondanks dat de oven 1000 graden is geweest, is de kern van het hout niet warmer geworden dan 40 graden. Daarnaast is er ook gekeken naar de inbranddiepte van hout. En hier is uit experiment geconcludeerd dat de inbranddiepte ongeveer 55 mm was. Terwijl als we het zouden uitrekenen conform de rekenregels, dan zouden we uitkomen op 78 mm. Ik wil niet al te lang ingaan op dit detail, maar als we kijken dan is dit een reductie van bijna 30%. En dan kunnen we concluderen dat hout dus eigenlijk brandwerender is dan we denken. Ontbossing. Zorgen we met het feit dat we in Nederland niet door meer te willen bouwen met hout, niet voor ontbossing elders of voor het verwoesten van een ecologisch systeem elders. Als we ons focussen op Europa, dan zien we dat de afgelopen jaren Europese bosoppervlakte met ongeveer 30% is toegenomen. Jaarlijks groeit er ongeveer 1 miljard kuub hout in de Europese bossen. Ongeveer 600 miljoen kuub hiervan wordt geoogst. En helaas raakt er een deel hiervan verloren door natuurrampen. Desondanks hebben we dus jaarlijks nog een overschot van ongeveer 30% aan beboste oppervlakte. Hierbij is het wederom belangrijk om aandacht te hebben voor hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en het motiveren van actieve aanplant van bomen. Hout heeft de afgelopen jaren enkele innovaties doorgebracht. Met de komst van gelamineerde hout is het mogelijk om grote overspanningen met hout te halen. Maar voornamelijk de komst van massief hout en in het bijzonder de komst van cross-laminated timber, oftewel CLT, is hout onwijs populair geworden in de houtbouw. Met cross-laminated timber worden verschillende lamellen kruislinks tegen elkaar aangelijmd, zodat je stijfheid en sterkte in twee richtingen krijgt. De combinatie van het goede lichteigenschap van hout en daarmee de sterkte en stijfheid die je krijgt, zorgt ervoor dat hout onwijs populair is geworden. Als we kijken naar de levensduur van een gebouw, dan staat het in het bouwbesluit vast dat de constructie van een gebouw een levensduur moet hebben van 50 jaar. Ongeacht wat voor materiaal je gebruikt voor de constructie. Dus er worden geen concessies gemaakt voor de keuze van hout. En als we kijken dat de constructie van een gebouw veelal in het binnenschil van een gebouw zit, dan wordt een constructie van een gebouw eigenlijk nauwelijks blootgesteld aan extreme weersomstandigheden en heeft daarmee dus een lange levensduur. Hierbij is het wel belangrijk om aandacht te hebben voor de juiste detaillering en dus je constructie in het binnenschil van je gebouw te plaatsen. Ja, we hebben het net gehad over de voordelen en enkele fabels van houtbouw. Maar bouwen met natuurlijke materialen, is dat eigenlijk nou zo gek? Helemaal niet zelfs. Als we kijken naar Amsterdam, dan zien we daar het project Het Houten Heus, welke ongeveer in 1528 is gebouwd. 400 jaar geleden zijn in Amsterdam ook de eerste woongebouwen op houten palen neergezet. En tot de 18e eeuw was hout eigenlijk het bouwmateriaal. Na de industriële revolutie is er steeds meer beton gebruikt en steeds minder hout. En als we kijken naar dit plaatje, dan is dit een voorbeeld van dat het kan en ook weer gebeurt. Zo staat er in China een gebouw van 67 meter hoog, welk gebouwd is in 1056. Maar als we dichterbij kijken, dan zien we in Engeland het project Stadhuis van 30 meter hoog, welk gebouwd is met massieve houten wanden en massieve houten vloeren. In Canada staat het project The Brock Commons van 58 meter hoog. En het hoogste houten gebouw van de wereld, waar Bas in het begin ook over had, Mjostarnet, waar wij als Sweco met veel plezier aan hebben gewerkt. Bij Mjostarnet is er gekozen voor gelamineerde kolommen, gelamineerde liggers en diagonalen. Deze constructie gezamenlijk zorgt voor de stabiliteit van het gebouw. Voor de vloeren is er gekozen voor houten ribcassettevloeren. En bij de liften is er gebruik gemaakt van CLT-liftschachten. Deze CLT-liftschachten doen niet mee in de stabiliteit van het gebouw. Dus de volledige stabiliteit die wordt gehaald uit de samenwerking tussen de kolommen, liggers en diagonalen in de gevels. Bij houtbouw draait het om
oog voor detail. Het is belangrijk om in een vroege fase van een project de punten waar verschillende elementen samenkomen soms dieper in de materie te gaan dan gebruikelijk. Als we kijken naar hoe een traditioneel bouwproces begint, dan zien we dat een ontwikkelende partij samen met een ontwerpende partij eerst een gebouw bedenkt en vervolgens de adviserende partijen bij aan tafel haalt en daarna dus het materiaal wordt bepaald. Bij houtbouw is het belangrijk om eigenlijk in deze vroege voorfase al direct te kiezen voor houtbouw. Als constructief adviseur vind ik het fijn om vroeg in projecten te stappen en om dus in een vroege fase de ontwerpende partijen te adviseren en te stimuleren voor de keuze voor houtbouw. Het is belangrijk om in deze vroege fase een toolbox voorhanden te hebben en om enkele tips in het achterhoofd te houden. Zo zien we dat bij start van een houtproject iedere keer veel energie wordt gestopt om een keuze te maken: gaan we voor kolommenliggenstructuur of voor massieve wanden en vloersysteem? Bij een kolommen- en liggenstructuur is het goed om te weten dat een overspanning tot 6 meter, ongeveer 6 meter, het ideaal is. Bij een modulair systeem is de overspanning tussen 3,6 meter en 3,9 meter ideaal. En deze maten worden ook mede bepaald door de transportafmetingen waar we mee te maken hebben. De hoogte die je in kan gaan met een kolommen- en liggenstructuur is eigenlijk onbeperkt. Maar we adviseren om het gebouw lager te houden dan 70 meter. Of om in ieder geval hoogste verblijfsniveau op 70 meter te zetten. Bij een modulair systeem zien we voorbeelden tot 7 lagen hoog. En als er hoger wordt gegaan, dan adviseren we om in ieder geval voor massieve wanden en vloeren te kiezen. Hoger zou hier ook kunnen, maar dan nemen de wandafmetingen dusdanig toe, waardoor de bruto vloeroppervlakte van het gebouw afneemt en het ontwerp dus eigenlijk ongunstig wordt. Een andere belangrijke tip is om de wanden door te zetten en de vloeren er tegenaan te plaatsen en dus de vloeren niet tussen de wanden te plaatsen. En bij een kolomliggenstructuur geldt eigenlijk hetzelfde: de kolommen doorzetten en de liggers er tegenaan plaatsen. Als we ons focussen op woningbouw, dan is het goed om in de vroege fase van een project alvast rekening te houden bij constructieve woningscheidende wanden met een dikte van 35 centimeter en bij constructieve woningscheidende vloeren met een dikte van 45 centimeter. De bruto verdiepingshoogte dat komt ongeveer uit op 3,05 meter. En belangrijk is om een oog te hebben voor repetitie en eenduid. Overgangsconstructies bij een houten project zijn veelal ingewikkeld en kostenverhogend en maken daarmee het project minder haalbaar. Maar ook in de uitvoering is het belangrijk om aandacht te hebben voor sommige punten. Houd het droog, ook in de uitvoering. 20% vochtgehalte in hout zorgt al voor schimmelgroei. En 25% vochtgehalte zorgt er al voor dat de sterkte van het houtelement afneemt. En hierbij is ventilatie een belangrijk aandachtspunt. Zorg ervoor dat het vocht eventueel welke tijdens de bouw in het element is gekomen er ook weer uit kan gaan. Houd rekening mee voornamelijk met houtelementen welke in het zicht komen dat hout een kwetsbaar materiaal is. Die kan makkelijk tegenaan rijden en het beschadigen. En het is belangrijk om ons bewust te zijn van het feit dat bouwen met hout een andere manier van bouwen is. Het is niet moeilijker, maar het is wel anders en het vraagt aandacht. Om een houten woongebouw van dichtbij te zien, zijn we naar Denemarken gegaan en hebben we collega Sebastian Soelberg ontmoet. Sebastian is architect en heeft als expertise betaalbare en duurzame woningen. Ik stel voor om naar de interview met Sebastian te kijken. Hi, Sebastian. We are standing here in Aarhus and coming from the Netherlands, where we have an enormous shortage of housings. And how do you think that timber can play a role in this? Well, also, how can timber become affordable compared to the pre-adjustment that timber is much more expensive? Yes, and welcome. You are standing at Knudrisrækkerne in Aarhus, which is affordable housing and it's built in timber. And it's built within a very limited budget, because that's what we have to build in when you build in Denmark for affordable housing. This is built for 1,600 euros a square meters, I would think would be the translation for it. And not only have we built this house in timber, we've also torn down the original house and we've cleaned up the site. It was an old industrial site for pollution.
and then we build in timber. So it is possible to build in timber within a very limited budget, I think. And if you look around here, that would be the the proof of that. Yeah, but was the choice for you to demolish an existing building and rebuild it in timber? Can you tell us more about that? Originally, we wanted to reuse the original building because you always say the most sustainable square meter is the one you never built. But when we looked into it and we got really excited about it, we called it the Bird Phoenix Project. You know, we would like raise up like a phoenix and it would become this new sustainable lighthouse of how to rethink our buildings. But the existing buildings, well, the first one was since the 60s, the other one was from the 80s, and they were completely polluted. And they didn't have any load-bearing quality, so we couldn't reuse them. But they had but we started the project we did within them, which had this very deep span of 14 meters, which is unheard of in Denmark for a residential building. We reused part of that, and especially we used the grid of optimized it for wooden buildings, or CLT, so we were standing in a grid of 3.2 meters, which is very good for CLT, and that's actually we made all through the whole of the housing project, so we made sure that we optimized it for wooden buildings. And can you tell us about how many percent of the buildings in Denmark are built of timber? Well, not enough, in my opinion, but right now we are building around 9% of the Danish housing. The Danish buildings are built in timber, and around 11% of our residential houses are built in timber. But we have a goal of achieving 20% of all new buildings should be built in timber by 2030. And when is the moment in Denmark that people start thinking about building in timber? I would say, it is 10 years ago we started it, and 6 years ago I would say we really started it. Especially there was, for affordable housing, you had a big competition about doing affordable, sustainable housing in Denmark. And that's where you can see a spike in when we started doing wooden construction, and that's where it started, figuring out that you can actually build in timber. Denmark is not a country that's used to building in timber, besides doing summer houses or small constructions. So when we started learning about CLT and started implementing it, that's around 6 years ago. And since then, it's become a steep both learning curve, but also there's a lot more projects coming with timber. It's becoming a much more integrated part of how we build now. Can you tell us a bit about your lessons learned during this period? Well, lessons learned is that originally it's expensive to build in timber, not because of timber being expensive, but because we don't have the know-how. We had to learn a lot of know-how from our neighbors, especially Norway and Sweden, because they built in timber for many years. But we also had to figure out that regulations are very different in Norway and Sweden, who built with timber in many years, compared to in Denmark. So our biggest challenge has been legislation, has been building code that hasn't been geared towards wooden buildings. And because it hadn't been geared towards it, obstacles have been not a lot of people have been working with timber. So there was a steep learning curve in getting people's know-how in. In the beginning, we had a lot of people from other countries, from Norway and Sweden, coming to Denmark to build in timber. And because their building code is completely different, that actually resulted in some early mistakes. So right now we are kind of moving beyond the prototype, the beta testing, and I think we're moving into a new area now. And obviously the most important part, as you know, is that it's the sound, it's the moist, and it's the fire regulation. That's the one we always look into when we have to build in timber. But when we have that under control, it doesn't become more complicated on our buildings. And it's all fixed in this project, then? It's all fixed in this project. Some of them more untraditionally. It would have been a project that had sprinkling originally, but we did a fire escape strategy that actually made sure we didn't have to have sprinkling. That also makes sure, unfortunately, that this is going to be covered up. But that's just how the regulation is now. One of the interesting thing about this project being an affordable housing is you have a very fixed idea of how affordable housing will look like when you don't have a lot of money. But in this project, we actually, instead of doing just one way of doing it, we did these buildings you're in here, where we have double height ceilings and very interesting spatial features. And then we did other buildings that are much more traditional. So we kind of, instead of just laying it out at a thin level, we took some of them, we put a high level and high end, and some of them we put a little lower end. And I think that's also interesting when you talk about, especially affordable housing and with wood construction, that you have a lot more possibilities of doing different spatial things. And in the Netherlands for now,
only 2% of the projects are in timber, and we want in some regions go to 20% of timber. What's the main tip you want to give us to make this possible? Oh, first of all, just do it. No, I would say that one of the things that we had problems with in Denmark was that we thought that our government thought regulation can bring everything in. If you just regulate it, then people have to, they're forced to do it. And some people, of course, were forced to do it. But as in Norway, they actually subsidized, they actually gave money, startup capital, if they wanted to build in wood. And that made sure a lot more people got interested in building in wood. It became driven by the interest of doing it, not because you're forced into it. And I can just say that it's a much stronger tool from a governmental point of view that you try to get people interested in building it than forcing them to it. So I think that's why it also took a little further time in Denmark to get it implemented, because not a lot of people wanted to take that risk, which was, we're going to build something in a new way we haven't done before. How's that going to work out? So I think that would be the first thing, is get on the phone and make sure that the regulations will follow, and also subsidize it in the beginning, because a lot more people will be interested. And the other one would be education. Learn how is the wood construction going to work for the Dutch environment and the way of building in Holland. So you make sure that you can take all the good examples from all the countries, Austria, and Norway and Sweden, who build a lot of wooden structures, and figure out how we're going to implement this in Holland. Yeah. Hey Ibo, mooi filmpje. Eerste vraagje. Je bent toch niet met het vliegtuig naar Denemarken gegaan, hè? Nee, Bas, we zijn met een elektrische auto gegaan. En ik kan je meegeven dat dat een ervaring op zich was. Hey, maar waarom zijn jullie eigenlijk naar Denemarken gegaan en niet naar een ander land? Nou, de voornaamste reden was eigenlijk dat Denemarken een vergelijkbaar klimaat heeft als in Nederland. Het was net zo regenachtig als hier in Nederland toen we daar waren. En daarnaast hebben ze in Denemarken ongeveer 9 jaar geleden de transitie gemaakt om steeds meer in hout te gaan bouwen. Terwijl je zou denken, Denemarken ligt heel dicht in de buurt van Scandinavische landen. Maar tot 9 jaar geleden werd daar dus heel weinig in hout gebouwd. En aangezien wij ongeveer 2 jaar geleden in Nederland die transitie hebben gemaakt, lopen zij dus ongeveer 7 jaar voor op ons. Dus het was een mooie locatie om te bezoeken. Hey, en dan even terugkijken op het interview met Sebastiaan. Wat zijn nou de belangrijkste inzichten die jij hebt meegenomen uit je gesprek met hem? Het leukste wat ik aan het verhaal van Sebastiaan vond, is dat het project waar we naartoe waren gegaan, dat het eigenlijk is begonnen als beton met een houten optopping en het dus geëindigd in een volledig houten gebouw. Terwijl als ik kijk in Nederland aan projecten waarin ik werk, dan merk ik helaas heel vaak dat we beginnen in hout en eindigen in beton. Dus dat vond ik zelf het mooiste aan het verhaal van Sebastiaan. En een ander aspect is het feit dat het project wat we bezocht hebben een betaalbare en een duurzame woning is. Dus het is een sociale huurwoning in hout. Dankjewel Ibo voor al je kennis en je inzichten. Jullie allemaal bedankt voor het kijken. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit Urban Insight College. Het filmpje blijft staan op YouTube, dus kijk het vooral nog eens een keer na op een rustig moment. Ook verschijnt er hier een e-mailadres in beeld. Dus als je nog vragen hebt, stuur ons een mailtje. Voor nu nogmaals dank voor het kijken en nog een fijne dag.